Nieuw gemeentelijk voorstel lijkt mogelijk het einde voor bekende Nijmeegse horecaboten Opusientje en De Zeester. Zijn zij nog te redden? Het was flink schrikken voor de eigenaren van bekende Nijmeegse schepen als De Zeester en Opusientje. De gemeente Nijmegen heeft een voorstel gedaan waarbij de vergunningen worden ingekort van vergunning van onbepaalde tijd naar een vergunning voor 15 jaar. En dit zou het einde kunnen betekenen voor de horecaboten. Deze nieuwe regels zouden ervoor moeten zorgen dat ook nieuwkomers een eerlijke kans maken op een plek. Volgens eigenaar Leon Berkers is dit niet enkel verplaatsen van een werkplek, maar van een heel leven. Voor, niet alleen voor mij, maar eigenlijk voor mijn hele gezin, maar eigenlijk iedereen die hier woont, met kinderen, zonder kinderen, die gebonden zijn aan Nijmegen, dus die hier hun en hun werk, hun leven, maar ook kinderen hier op school hebben zitten, die moeten over 15 jaar verhuizen en moeten gewoon weg en met meenemen van schepen vertrekken. Nijmegen uit. Dus wij gaan gewoon zeg maar ons huis uit, onze leefomgeving uit. Vanuit de Raad zijn er daarom kritische vragen gesteld aan de gemeente. En hebben de verschillende ondernemers hun verhaal gedaan tijdens de raadsvergadering. Wat er eigenlijk uitkwam was dat naar aanleiding van dat soort verhalen en dat soort input, dat de wethouder gezegd heeft op voorhand, dus voordat zeg maar de Raad vragen ging stellen aan de wethouder, volgens mij moeten wij dit toch maar eens even terugnemen. En moeten we hier eens even opnieuw naar kijken. Ik denk dat we toch iets te snel gegaan zijn. Wethouder John Brom heeft aangegeven tijdens de raadsvergadering dat er juridische raadsbeperkingen blijken te zijn naar aanleiding van een onderzoek wat er heeft plaatsgevonden. Ook geeft wethouder Brom aan dat de booteigenaren niet voldoende zijn meegenomen in de plannen. Natuurlijk heeft mij dat wel serieus wat slapeloze nachten bezorgd en aardig wat hoofdbrekers in op wat voor manier gaan we dit turnen. Maar laten we zeggen, onbegrijpelijk vind ik het niet. Het is, natuurlijk heb ik daar last van en ben ik, is er een pak van mijn schouders gevallen. Maar ik snap wel dat het ook gewoon zo'n lastige materie is dat je eigenlijk gaandeweg, en dat gebeurt nu dus, daar wijzer in wordt. Voor het eind van het jaar komt het college met een nieuw voorstel. Ondanks het nieuwe voorstel heeft Leon Berkers weer vertrouwen in de toekomst. Ja, ik kijk er zeker positief naar. Ja, dit is heel anders dan, laten we zeggen, de afgelopen 5 weken. Ja. Dan gaan we nog even terug naar de campus van de Radboud Universiteit, waar de pro-Palestina-protesten nog steeds aan de gang zijn. De universiteit heeft inmiddels een handreiking naar de demonstranten gedaan. Maar de demonstranten zelf hebben vandaag ook weer een volgende stap gezet in het protest. Ja, de protesten hier op de Radboud Universiteit zijn nog steeds in volle gang. Gisteren zijn de actievoerders begonnen aan een mars richting het gebouw waar de bestuurders van de Radboud Universiteit zich bevinden. Daar zijn enkele actievoerders naar binnen gegaan om een gesprek te houden met het bestuur van de Radboud. Ik sprak eerder vandaag met de woordvoerder om te vragen wat daar is uitgekomen. Ja, dat ging vanuit ons perspectief erg goed. Heel veel studenten aan onze kant. We hebben meer dan 500 studenten. Daar zijn we heel tevreden mee. We balen alleen van dat de universiteit nog steeds niet tegemoet komt aan onze eisen of überhaupt iets doet met die eisen. Wij zijn hier totdat ze die eisen inwilligen. Tot die tijd volgen er acties. De Radboud Universiteit is inmiddels met een statement gekomen. We willen nogmaals expliciet benadrukken dat we delen in de afschuw over de mensenrechten schendingen en dat we de telkens herhaalde oproep om een einde te maken aan het geweld tegen onschuldige burgers en humanitaire hulp toe te laten, voluit steunen. In de eerste plaats bekijken we hoe we al onze banden en samenwerkingen transparant in beeld kunnen brengen. We hopen een overzicht van onze wereldwijde samenwerkingen online te zetten zodra we deze beschikbaar hebben, en dat kost tijd. Dan naar de actie van vandaag. De actievoerders vertrokken vanaf het tentenkamp namelijk rond 1:30 naar een van de collegezalen in het gebouw. Hier bezetten ze zonder overleg met de universiteit de collegezaal. Ja, we hebben op dit moment tijdelijk een lokaal bezet in het collegezalencomplex. Om daar lectures te geven een sit-in dus eigenlijk. Want we willen mensen ook meer informatie geven over wat er nu gebeurt in Gaza, in Palestina.
En wat er in Nederland de afgelopen weken is gebeurd met de studentenprotesten. Het weer is niet heel slecht, maar we hadden het plan al. En het is ook wel een drukmiddel, een manier om te laten zien dat we hier zijn. We zijn een beetje afgebeeld als enkel een festival, maar we willen ook duidelijk laten zien, we zijn ook hier als een protest. In de zaal werden aan het begin enkele fotografen gehinderd met paraplu's en doeken. Dit deden ze omdat sommige mensen in de zaal niet herkenbaar op beeld wilden vanwege eventuele online haat. Dat vertelde een woordvoerder van de demonstratie buiten het lokaal. Rond 2 uur begonnen docenten met het geven van lezingen die betrekking hebben op de situatie in Gaza. Niet-commerciële openluchtbaden in de regio hebben het moeilijk om hun zwembaden open te houden. Velen zijn verouderd. Ze kampen met hoge energiekosten en personeelstekort. Het behoud van deze zwembaden in de toekomst is nog onzeker. Een uitzondering hierop is Dreumel. Een klein plaatje in West-Maas en Waal met 3400 inwoners. Het lukt hen wel om het openluchtbad gedeeltelijk open te houden. Dat lukt ons met vrijwilligers. Wij draaien eigenlijk al heel lang op, ik denk wel gemiddeld meer dan 100 vrijwilligers in het seizoen. Er zijn in Dreumel voldoende vrijwilligers die dit willen doen. En ze zijn het grootste deel van het jaar hiermee bezig. Een heel groot deel van het jaar. Dat begint eigenlijk als het dicht gaat, hè, dan wordt het afgesloten. Hè. De spullen gaan eruit en dingen worden opgeruimd. En dan zijn we er denk ik 2 maanden niet. Laat het 2 maanden zijn dat we er helemaal niet zijn, want dan is het gewoon klaar. Het grote onderhoud is meer van de mannenploeg. Ook de dames zijn ingezet. Maar we hebben ook dames. Ja, de boel wordt van tevoren gepoetst. De bloemetjes worden weer gepoot. En de kassadiensten zitten vooral dames. Ook wel mannen, maar ook dames. Maar er zijn ook dames aan schilderen geweest. Maar dan meer de kleine toestelletjes, et cetera. Werken met vrijwilligers betekent niet dat de badmeesters dit ook zijn. Ja, dat moet, hè. Je moet gewoon gekwalificeerd badpersoneel hebben. Dus dat wordt door de gemeente allemaal geregeld. Of de Optisport in dit geval. De zwemlessen worden niet gegeven. Nee, er zijn geen zwemlessen, want dan houdt het in dat je nog meer open moet zijn. En dat heeft de gemeente voor gekozen om het niet te doen. Het zwembad heeft aangepaste openingstijden, die 4 dagen van tevoren bekend zijn. En te volgen via app en website. En is vooral een uitkomst voor gezinnen met jonge kinderen. Vooral, we zijn echt een familiebad. Met jonge gezinnen, we hebben ook 3 prachtige baden, voor iedereen wat wils. Aanstaande zaterdag 17 mei is het dan zover. Dan gaat het bad echt open. De vrijwilligersploeg is er klaar voor. Nou goed, ik blijf erbij. Als je zonder de vrijwilligers kunnen we niks. En met name de vaste groep mannen, die wil ik echt de complimenten geven. Want die werken zich echt uit de naad. Zij waren er klaar voor. Maar ja, helaas. De zongoden niet. Fabrikant Nexperia is de komende 3 seizoenen de hoofdpartner van NEC. Het logo van het bedrijf dat zijn hoofdkantoor in Nijmegen heeft, zal dan ook op de shirts van de voetballers te zien zijn. Het bedrijf is opgericht in 2017, ontstaan vanuit NXP en is gevestigd op de Noviotech campus. Nexperia koestert zijn Nederlandse afkomst en wil daarom betrokkenheid bij Nijmegen laten zien, ook in de sport. Nexperia heeft voor NEC gekozen vanwege de belangrijke rol die de club speelt in de regio. Haar maatschappelijke positie binnen het Rijk van Nijmegen en de gedeelde groeiambities. Na uitgebreide gesprekken is er een samenwerking voor tenminste 3 seizoenen overeengekomen. Tot de zomer van 2027. Woensdagavond boden de Nijmeegse SP-jongeren een petitie aan in de gemeenteraad voor terugkeer van de nachtbussen. Met deze petitie bepleiten zij de terugkeer van de nachtbus in en rondom Nijmegen. Na het wegvallen van de nachtbussen tijdens de coronapandemie werd de belofte gedaan dat ze terug zouden keren wanneer het nachtleven weer een volle bloei zou zijn. Nu, 4 jaar later zijn de nachtbussen er nog steeds niet. De petitie is inmiddels meer dan 800 keer getekend, maar daar blijft het niet bij. De partij gaat naar eigen zeggen net zo lang door totdat jong en oud weer gebruik kunnen maken van deze dienst. In het wijkcentrum De Byzantijn in het Waterkwartier werd gisteren een wijklezing gehouden over de verhalen van het Waterkwartier tijdens het bombardement van 22 februari 1944. Nijmegenaar Bart Jansen heeft het bombardement zelf als kind meegemaakt. Hij wil deze verhalen graag in leven houden. Maar toch is dit een van zijn laatste wijklezingen.
In het Nijmeegse buurtcentrum, de Byzantijn, gelegen in de wijk Waterkwartier, geeft de 80-jarige Bart Jansen een wijklezing over het bombardement op Nijmegen. Hij gaat van wijk naar wijk om de verhalen van de Nijmegenaren te delen. Nou ja, vooral nu op het ogenblik zo'n verschrikkelijke ellende in de wereld is met oorlogen, denk je natuurlijk regelmatig aan. Hè? Maar het is, ik heb zo'n, denk ik, vanaf 1994 zo'n 2000 mensen geïnterviewd. Dus al die verhalen die zitten ergens opgeborgen. Hè? Jansen heeft daarvoor al meerdere boeken geschreven en daarvoor honderden mensen gesproken. Toch blijven de verhalen altijd speciaal voor hem. Het eerste boek dat heb ik tussen 1994 en 2005 geschreven. De pijn die blijft. En toen ging het gemakkelijk allemaal. Je viel van het ene verhaal in het andere. Maar bij het volgende boek, Het verdriet van Nijmegen, wat eigenlijk over alle andere slachtoffers van Nijmegen ging, dan merkte ik dan dat ook door het ouder worden waarschijnlijk, dat me meer deed. Nu de lezingen tot zijn einde komen, worden deze boeken ook steeds belangrijker voor Bart Jansen. Ja, daarom ben ik blij dat de boeken verschenen zijn. Daar staan ze erin, hè, als ik er zag niet meer aan. Die boeken die blijven in ieder geval nog altijd bewaard. Hij gaat nog langs de Heilige Landstichting, Wiegen, Beuningen en Groesbeek om de laatste lezingen te geven. Echter denkt hij niet dat de verhalen verloren gaan. Ja, overal waar ik kom, waar over de oorlog gesproken wordt, daar probeer ik een bijdrage aan te geven. Je hebt natuurlijk zoveel in je hoofd zitten. Je kunt overal wel ergens op inspelen. Ondanks het stoppen benadrukt hij nogmaals hoe belangrijk de verhalen blijven voor de wijken en de regio Nijmegen. Ja, daar moet aandacht voor blijven. En het is nog 80 jaar geleden. Maar ik wil juist proberen om door de lezingen of de presentatie die ik nog geef in de diverse wijkcentra, bij verenigingen en dergelijke in Nijmegen en ruime omgeving, om de ellende die de oorlog heeft veroorzaakt, bekend te blijven maken. Want automatisch vallen we straks weer op nieuwe ellende als je het hoort allemaal. Dus ik hoop zo'n klein steentje aan te kunnen bijdragen. In de Stevenskerk opent 17 mei een bijzondere tentoonstelling over de Jizo-cultuur. Jizo is een boeddhistische halfgod die een belangrijke rol speelt in het rouwproces bij de Japanse bevolking. Jizo-beelden worden aangekleed om overleden baby's te herdenken. Jizo helpt mensen en wezens die in een soort tussenstaat zitten. Mensen die niet bij de gewone wereld, de voorouderwereld, de hemel of hel horen. Jizo heeft altijd een staf met ringen en een wensjuweel vast. De beelden van Jizo zie je voornamelijk op graafplaatsen en spelen een grote rol bij het verlies van een kind. En bijvoorbeeld doodgeboren kinderen of geaborteerde kinderen, maar ook criminelen, prostituees, reizigers, die bevinden zich in een soort tussenwereld. En dan verschijnt hij, die mensen helpt hij. En daarmee zorgen ze als het ware voor de zielen van hun doodgeboren kinderen, maar vereren tegelijkertijd ook die god Jizo. En die vragen ze als het ware om voor hun kind te zorgen. Dat mensen de behoefte hebben om dat leed heel concreet vorm te geven. En dat in Japan gaat dat door die beeldjes te verzorgen, kleertjes aan te trekken, om de zoveel tijd er naartoe te komen, wier ook ervoor te branden, maar ook door het beeldje speelgoed aan te bieden. Het aankleden en de verzorging van het Jizo-beeld speelt een belangrijke rol in de verwerking van het verlies. Tevens dient het als bescherming van hun overleden kind. Ouders die een kind hebben verloren tijdens de zwangerschap of net bij de bevalling, en het kan ook door een miskraam of een abortus zijn, dat die gaan vaak naar de tempel, schaffen zo'n beeld aan, kleden die aan, er zijn allemaal rituelen rondomheen, en die verzorgen die beeldjes dan. Gekleurde slabbetjes, gekleurde mutjes, liefst in de kleur rood, want rood jaagt demonen weg, dat is de voorstelling. Ja, op deze manier worden overleden kinderen herdacht en andere mensen ook. Hè, mensen in tussenstadia worden hiermee herdacht. En dat is een kant van het boeddhisme die in het Westen heel erg onbekend is. In Japan wordt er veel aandacht besteed aan het verlies van een kind. Terwijl in Nederland altijd werd weggestopt. Maar het zichtbaar maken van verlies is belangrijk voor ouders. Ouders die zo'n verlies hebben geleden, ja, die willen ook graag dat de buitenwereld dat ook als op deze manier erkent. Dat het, en ook eigenlijk het bestaan van die kinderen erkent. Dit soort tradities en rituelen ontzettend belangrijk zijn in het kader van ja, belangrijke dingen die je overkomen. En in dit geval hebben we het dan over belangrijk verlies. Maar hoe belangrijk rituelen en tradities dan zijn. En ja, dit geeft hopelijk een inspiratie. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er nog enkele buien over de regio trekken. Maar deze zullen snel in hoeveelheid afnemen. Morgen start de dag droog. Maar is het wel grijs door laaghangende bewolking. Vanaf het middaguur gaat het regenen en kan er een grote hoeveelheid neerslag naar beneden komen in onze regio.
Die regen zal aanhouden tot laat in de avond of de nacht. In het Pinksterweekend blijft het wisselvallig, met zonnige perioden die zich afwisselen met buien. Alleen de maandag, tweede Pinksterdag, belooft droog te verlopen. Verderop in de nieuwe week blijft het een natte bedoeling. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 16 mei. Kijk voor het laatste nieuws altijd op rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. En wij zijn morgen weer bij je terug. Graag! Tot dan!